Welkom bij het Perfecte Katjournaal van januari. Met in deze aflevering, Kat Boekie komt elke keer kaalgeschoren thuis. Stichting Huis Kat Thuis voert actie tegen loslopende katten. Landelijke chipactie voor kattenopkomst. Ik wil je attenderen dat veel dierenartsen meedoen aan februari gebitsmaand. En ik maak de winnaar bekend van de winactie van de Perfecte Kat Verzorgingsset. Welkom bij het Perfecte Katjournaal van januari 2023. Omroepbrabant.nl meldt dat Kat Boekie steeds kaalgeschoren thuiskomt. Mark Arends uit Best is er klaar mee. Voor de derde keer in een jaar is zijn Brits langhaarkat Boekie kaalgeschoren thuisgekomen. Wie telkens weer de tondeuse op Boekies lijfje zet, dat weet hij niet. Maar Mark en zijn vriendin kunnen er niet meer om lachen. Mark vraagt zich af of het trimmen wel op een zachtaardige manier is gedaan. Als wij wat klitten willen verwijderen, moeten we tuinhandschoenen aan. Anders zitten we onder de schrammen. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening over dit verhaal. Wat vind jij? Moet de eigenaar eigenlijk Boekie gewoon binnenhouden? En dat brengt me direct bij het volgende onderwerp. Stichting Huis Kat Thuis voert actie tegen loslopende katten. Het doel van deze stichting is het voorkomen, beperken en beëindigen van het buiten loslopen van huiskatten in geheel Nederland. Hierdoor worden volgens hun wilde dieren tegen loslopende huiskatten beschermd. Maar wordt er ook dierenleed bij loslopende huiskatten voorkomen? Vind jij dat alle huiskatten binnen moeten blijven? Of in ieder geval in een beschermde tuin? Wil je meer weten over deze stichting? Je vindt hier alles over in de beschrijving. Het wordt dus verplicht om katten te chippen en te registreren. Minister Adema wil op die manier zoekgeraakte katten sneller met hun eigenaar herenigen. Ook moet het makkelijker worden om zwerfkatten zonder eigenaar te pakken. De chipplicht gaat in ieder geval gelden voor huiskatten. Of ook zwerfkatten eronder moeten vallen, dat wordt nog onderzocht. Volgens het ministerie zijn er in Nederland zo'n 2,9 miljoen huiskatten. Per jaar worden er zo'n 60.000 katten als vermist opgegeven. Februari gebitsmaand. Ik wil je graag attenderen dat in februari heel veel dierenartsen meedoen met februari gebitsmaand. Ikzelf ben dus kattentrimster en ik heb heel veel katten op tafel. Door mijn samenwerkingen met dierenartsen heb ik geleerd waar ik een beetje op kan letten. Het zal je misschien verbazen, maar op een trimdag van mij waar ik 8 katten op tafel heb, is het gemiddeld de helft die last heeft van hun gebit. Een kat is meester in het verbergen van pijn, dus het zal niet zomaar stoppen met eten. Dus dat is geen graadmeter of je kat er wel of niet last van heeft. Veel kattenbaasjes hebben dus geen idee dat hun kat misschien wel pijn heeft in het bekkie. Hierdoor is er heel veel stil dierenleed. Ik ben dus groot fan van deze geweldige actie van de dierenartsen. Want je kunt in februari dus gratis het gebit van jouw kat laten checken. Informeer bij jouw dierenarts of die meedoet met deze actie. Maar ook kattentrimsters.nl en het kattentrimkeurmerk zijn groot fan hiervan. Daarom doen wij graag mee met deze campagne en hebben we een mooie flyer gemaakt. Deze vind je binnenkort op mijn socials en delen wordt natuurlijk gewaardeerd. En dan de winnaar van de Perfecte Kat Verzorgingsset. 2 weken geleden plaatste ik een video met een winactie en daarbij legde ik ook alles uit over de vernieuwde en verbeterde Perfecte Kat Verzorgingssetjes. En ik ben eigenlijk een beetje overweldigd door het aantal bestellingen. De afgelopen 2 weken heb ik echt elke dag verzorgingssetjes op de post gedaan naar heel veel catlovers in heel Nederland. Dus als je die hebt besteld, heel erg bedankt en veel succes met een katvriendelijke en vachtbesparende verzorging voor jouw kat. Er waren ook heel veel reacties op de winactie en ik heb een winnaar gekozen. En die zie je hier nu in beeld. Van harte gefeliciteerd. Stuur me even een mailtje naar info@perfectekat.nl. Dan komt de set zo snel mogelijk jouw kant op. Heb je nieuwsitems over katten in februari die ik echt moet delen? Laat me dat alsjeblieft even weten. Heel erg bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. We zijn de 1000 abonnees over! Yes! En nu is het natuurlijk mijn doel om de 2000 abonnees te halen. Nogmaals, dank voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.